Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leef op Wielen. Deze week rijden jullie weer met mij mee. En we beginnen deze week op de trein. Ik sta op de trein met collega's Beautycase, Jan en Huip. En er zitten nog een aantal andere Hollanders op de trein. Het is gezellig. En Kees is aan het frituren. Dat wilden jullie graag een keer zien. Dus dat gaan we nu even filmen. Deze man is al 30 jaar chauffeur. Ja, hij begon al 1,90 meter, hij is nu nog 1,40 meter. Top, Kees. Bijna klaar. Ik heb hem al 3 keer. Ik heb een hele koek kunnen we hier eten. Hij heeft zijn leven gehad. Leg in de klop op mij ook bij. We zijn hier de chauffeur en die werd de dag voor 4 stoornis. Ik hoorde altijd nog een sporen. Zeg ik altijd. Goed bezig, Kees. Ja, maar er komt ook meer aan, hè? Het is een bitter bal. De boven toe, hup, smorgens. Dat kan je niet. Jij is een trein wel. Nee, ik kan best wel. Het was een enorme samen zijn. Hij dacht er ook al aan. Hij heeft waarschijnlijk bij de boven. Is het een koningmix? Ja, de jubilatie. Ken je koken, die man? Ja, je kan zo goed koken, Kees. Nee, ik ga mee, jongen. Wees niet bang. Kijk, hij kan zo koken. Chef Kok, 3 sterren restaurant in de tram. De Freiburg, de tram. We zitten in de tram, dat is niet om. De tram van Freiburg, ja, Le Chute. Die heel de fles tegelijk. Van Tilburg ook de tram, zo restaurant. Dus wil je reserveren, dan laat het ons even weten. Dan gaan wij niet even op wielen, maar koken op wielen. Koken met trucjes was daar. Koken met trucjes. Ja? Dat lukt aardig. Ja, dat lukt aardig. 3 flessen later gaat de koek erin. Ja. Die koek is toetje, hè? Ja, dat kan wel niet. Nou, ben je blij, jongen. Ja, maar hij heeft wel spullen, hoor. Dus ik ben niet in de war. We laten zien hoe dat moet, hè. Zo heel veel mayo. Echt. Nou, was jij erbij met Piet? Die deed zo'n tube gewoon uit de tijd. Ja, die deed gewoon een tube als een balletje gehakt, zo. Ja. En toen hadden we 2 doosjes op. Met balletjes? Met 6 balletjes. Schudden, Kees. Doe ook een appie. Niet doorgetellen, hè? Nee. Ja, hij neemt de goede meid in. Hij blijft wel lekker voor ons. Ja, hij had daarom zo'n schuim dat kan ons zo. Alleen ook. Die zuren bok die man aan. Kijk, Kees gaat naar bed, jongens. Ja, wat rusten. Die is verstaanbaar. Kom, ik neem jullie mee. Kom. 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 Kees, jullie neemt jullie mee. Kom. In ons nederige stulpje. Kees heeft ook de hik. Maar dat heeft hij al een dag. Nou, dat heb je. Ik ben echt aan de hik, ja. Nou, welkom bij MTV Cribs. Nou, dit is toch een crib, Kees, of niet? Nou, moet je kijken. Dit is onze grootste kamer. 2x3. En ja, de magnetron zit voor. Ja. Dit is echt satijn. Die heeft me 100.000 euro gekost. Ik denk kronen. Nou, Kees. Nou, dus ja, dit was ons nederig stulpje. Wel te rusten. Ja. Ja, ik ga nog even in mijn nest liggen. Ik heb er genoeg van. Nou, wel te rusten. Ja, nou, kom maar, wachten. En jij dan? Ja, nee, ik moet eten. Eten? Ja. Hoe laat is het? Oh, daar staat er niet op. Ja, we hebben net die frituur van jou op. Nou, en dan ga je nog eten. Ja. Nou, het is er niet te geloven. Ongekend. Nou, goed. Ik ga naar bed. Hij gaat nog even eten om 10 uur 's avonds. Dus, ja, het is niet anders. Hij vlogt morgen wel weer. En ik zie jullie de volgende keer. Houdoe. Goedemorgen. Het is ondertussen woensdagmorgen. En ik heb gisteren de rest van de dag niet gefilmd. Leg ik uit. Nou ja, jullie hadden heel vaak de vraag natuurlijk of ik het of ik een keer dat frituren wou filmen als Beautycase een keer mee was. Heb ik gedaan. Maar deze week heb ik eigenlijk een ritje met heel veel rijwerk. Dus daar valt wat minder aan te filmen. Ik had gisteren 1 klantje en ik rijd nu een stukje onder Ancona. Dus ik heb gisteren voor de rest
de hele dag me volgereden. En ik ga zo lossen. Vlakbij Civita Nova Marsje. Dat ligt dus onder Ancona. En daarna hebben we nog een klant bij Foggia. Dus we gaan wat meer richting het zuiden. Dus ja, dan valt er niet zo heel veel te filmen. Maar het is ook een week met een feestdag erin. Het is vandaag woensdag, morgen is donderdag. En is de feestdag hier in Italië. Dus sta ik een dag stil. Dus ik weet ook niet zo goed hoe de week gaat lopen, waar ik uitkom. Dus vandaar heb ik gisteren even niet gefilmd. Vandaag ga ik wel filmen. Omdat ik jullie wat meer wil laten zien hoe deze week eigenlijk verloopt. Wat ik zelf ook nog niet weet. Maar dat maakt voor de rest niet uit. Dus vandaar zitten er misschien wat grotere stukken tussen. Wat ik dus niet ga filmen. Omdat er dus veel rijwerk tussen zit. Dus dan weten jullie dat even. Omhoog.
Nou, ik ben aangemeld en ik moest hier gaan staan. En dan zou het een half uurtje duren, dan zouden ze bij me komen. Dus ik heb goede hoop, vriendelijke mensen. Dus nou ja, we gaan het wel zien. We gaan lekker even wachten. En dan zien we het zo wel. Nou, dat was snel geregeld. Dus op naar de volgende. Nou, de volgende, zoals ik vanmorgen al zei, is bij Foggia. Dus dat is nog 300 kilometer rijden. Dus we gaan eens een lekker stukje toeren. Nou jongens, ik sta even pauze te maken en ik sta de hoogte van Vasto en het is hier gewoon 17 graden. Nou, voor half december is toch lekker. Trouwens, ik heb vorige week heb ik niet gefilmd, maar toen heb ik mijn auto op 1 miljoen kilometer gezet. Dat is voor veel chauffeurs een dingetje, voor mij ook. Zeker omdat je hem nieuw gekregen hebt, dus ja, heb je die, dus 10 miljoen kilometer heb je er zelf opgezet. Dat is toch altijd leuk. En ik krijg ook vaak op mijn social media of op YouTube onder de reacties van het wordt tijd voor een nieuwe. Nou ja, de nieuwe is onderweg, maar ik wil natuurlijk eerst deze auto op 1 miljoen zetten sowieso. Nog een paar maandjes dan is die klaar, dus daar ben ik heel blij mee. Al ben ik deze auto zeker niet zat, want ja, ik heb nog steeds schik met deze auto en hij doet nog steeds prima. Is natuurlijk wel altijd super tof
om een nieuwe auto te krijgen. En zeker ook de auto die je graag wil. Nou is dat natuurlijk geen geheim dat ik graag een XG Plus wilde, omdat ik daar demo mee gereden heb. En die krijg ik ook. Dus dat is helemaal top. Dus maar goed, ik heb vorige week wel dat filmpje opgenomen. Dus dat zal ik even erin zetten om jullie toch deelgenoot te maken dat mijn auto op het miljoen ging. Al gezien hebben, voer ik oranje borden. Ja, de chauffeurs weten dat wel. En voor de niet-chauffeurs, dat zijn de ADR-borden, dat ik gevaarlijke stoffen vervoer. Want bij mijn laatste klant heb ik lithiumbatterijen heb ik daarvoor bij me. En dat is gevaargoed. Dus vandaar.
Nou, we zijn er. En het is 2 uur, ze beginnen om 2:30. Dus nou ja, ook goed. Maar waar je hier in het zuiden ook nog tegenkomt, is dit. Dat kom je nog heel veel tegen. Oude Iveco's, oude Scania's, alles. Ik vind dat echt machtig. Machtig. Dat het hier allemaal nog gewoon rondrijdt. Je snapt er eigenlijk geen donder van. Want het is natuurlijk eigenlijk te gek voor woorden dat wij allemaal maar Euro 6 moeten rijden. Ja, aan de andere kant van Europa. En hier mag het allemaal gewoon blijven rijden. Maar ik vind het wel tof. Heel tof. Het is toch gaaf. En daar rijden ze allemaal nog gewoon dagelijks mee, hè? Kijk, hier staat er nog één. Trouwens, het is hier gewoon 18 graden. Dus lekker. Vanmorgen heb je je winterjas nog aan. Nu loop je gewoon in je overhemdje buiten. Helemaal top. Helemaal vol met lithiumbatterijen. Nou, de spaanbanden heb ik er intussen al af. Die ga ik nu even oprollen, liggen daar. En die mensen doen netjes lossen, dus helemaal goed. Het gaat best snel. En dit wordt allemaal gebruikt voor, ja, eigenlijk voor zonne-energie, voor zonnepanelen. Nou, de kar is leeg en ik heb net de planning gebeld en ik moet terugladen op een vast terugladadres van ons in Piombino. Dat is maar 610 kilometer de andere kant op. Tenminste, het is wel een stukje terug. We gaan het hele land oversteken, maar nou ja, goed. Ik kan in ieder geval een planning maken waar ik morgen de dag door ga brengen. Dus dat ga ik zo meteen eens even kijken. Maar dat is een dappere teruglading.
Nou, ik ben aangekomen in Orte. Hier gaan we vanavond eten en ja, morgen de dag maar doorbrengen. Dus dat komt altijd goed hier, hoor. Daar gaat het voor de rest niet om. Ja, het is niet anders, morgen feestdag, dus prima. Ja, dit komt helemaal goed. Eerst even lekker eten, dan even douchen. Helemaal top. Nou, goedemiddag. Het is natuurlijk donderdag. Het is een feestdag hier in Italië. Het is Maria Onbevlekte Ontvangenis of zo. Maar goed, ik heb vanmorgen een beetje gerommeld, een beetje auto schoongemaakt, koffie zetten, van alles wat. En ja, ik denk dat ik nu de buitenkant maar even iets ga schoonmaken, want die auto ziet er niet uit. En ik zie het heel goed kunnen zien, maar even de wielen en de tank en zo een beetje schoonmaken. Ik heb een beetje sneeuw gehad, een hoop regen, dus dat gaan we nu maar even doen. En zo komen we de dag gewoon door. Je moet wat, een beetje lunchen, helemaal goed. Ik ga stoppen. Water mogen pakken hier al, helemaal goed. Met een borsteltje van onze vrienden van Scandi Souvenirs. Helemaal goed. Ja. Hop twee. Zijn de wieltjes zo in ieder geval weer schoon? Dan zitten we weer aan tafel. Nou, maar een beetje film kijken. Zo gaat de dag sneller om, hoor. Nou jongens, we zitten weer in het restaurant. Vanavond nemen we maar een pizzatje, want ik heb vanmiddag gewoon een serieuze maaltijd op. Dus een pizzatje is meer dan genoeg. Dat is prima. Zo nog even lekker douchen. En dan is de dag weer om. Ja, de douche is hier nog het veel. Het is krap. Ik kan niet zo heel goed makkelijk filmen, maar goed, nou, dit is het. Maar goed, het voldoet, dus nou ja, prima. Dus ik ga even lekker douchen. Goedemorgen, het is vrijdagmorgen, 6 uur. En we gaan maar weer eens wat doen. Nou, het weer is er niet beter op geworden, jongens. Dat zagen jullie net wel. Maar ja, goed, doe je niks aan. Nu maar even een bakkie zetten. En dan op het gemakje verder. Nog een uurtje, dan zijn we er. Dan is het 9:45. Mooie tijd. Het ziet er toch gelijk allemaal heel anders uit, vind ik altijd. Met grauw weer. Dan is het gelijk een stuk minder tropisch. Ook al staan de palmbomen en zo, maar dan alsnog dan... ja, dan ziet het er allemaal een stukje minder uit. Maar goed, eerst koffie.
ook altijd zo makkelijk, dan kan je niks zien. Maar hoe dat... Of de verkeer aankomt, dat is handig. Nou, dat gaat vlotjes. Ik kan gelijk laden, dus dat is niet verkeerd. Nou jongens, het zit erin. Het is een mooi lichtvrachtje. Het zijn aluminium buizen, totaal 4 ton. Dus dat is helemaal top. Ik mocht het laden niet filmen, dat wouden ze niet. Dus, nou ja, ik ga de deuren dicht doen. En dan gaan we. Lekker weertje jongens. Lekker weertje. Goedemorgen, het is zaterdagmorgen, het is 8 uur en ik heb net even lekker weer gedoucht. Ik ga nu even document maken en dan ga ik nog een paar uur rijden en dan zoek ik een plekje voor het weekend. Dus ja, ik sluit hem hierbij af. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken, ik hoop dat jullie allemaal weer leuk vonden. Tot de volgende keer. Hoi hoi!